het eerste wat ik heb gedaan, nog voordat ik de auto ingestapt ben vrijdagochtend, is Rob te bellen met het bericht dat hij geen deel uit zou maken van de technische staf. Dat natuurlijk een vervelend bericht is en dat ik heel graag met hem rond de tafel ging, zo snel mogelijk, om te bespreken of er andere interne mogelijkheden zouden zijn. Daar heeft hij geen gebruik van willen maken. Maar goed, donderdag wist u dus al van, nou, Rob Enders en ook Maurice Verbeeren, we gaan niet met jullie door. Dan had u toch kunnen bellen van, Rob, ik kom vrijdag naar Roosendaal waar je woont en dan praten we daar over de situatie. Nee, want donderdag was er nog een oefenwedstrijd en dat was gewoon niet het moment om het te doen. Bovendien, toen was ik ook nog in gesprek met de nieuwe trainer. Maar snapt u dat de supporters zeggen van, ja, een beetje respectloos naar zo'n clubicoon? Ja, ik begrijp dat helemaal. En onder normale omstandigheden, als je meer tijd hebt, doe je dat ook niet. Dan ga je even naar iemand toe, drink je een kop koffie. Dus dat is helemaal niet zoals ik het normaal gesproken zou willen. Maar... U heeft er flink verlangs gekregen daarvoor. Zag ik op de verschillende sociale media. Ik heb er zeker, daar is gewoon niet. Weet je, daar zijn mensen gewoon niet blij mee. Maar ik ben er ook niet blij mee. Iemand moet die boodschap brengen. En ik heb die boodschap gebracht. En ik heb vervolgens meteen aangeboden om zo snel mogelijk met Rob rond de tafel te gaan. Dat aanbod staat overigens nog steeds. Dat willen we ook nog steeds doen. Ja, en dat kon op dat moment niet. Je moet je voorstellen, ik bel Rob als eerste. En vervolgens moet ik Maurice bellen. Vervolgens heb ik de rest van de technische staf gebeld. Daarna heb ik de trainer en de nieuwe assistenttrainers gebeld. Vervolgens heb ik de nieuwe assistenttrainer moeten benaderen. De hoofdopleiding, jeugdopleiding moeten bellen. Enfin, er zit een hele organisatie achter die op gang komt, die ik moet gaan bellen, zelf moet gaan berichten na dat eerste telefoontje met Rob. U krijgt geen hulp hier bij NAC? Ja, ik krijg genoeg hulp bij NAC, maar dit zijn wel telefoontjes die ik gewoon zelf moet doen. Ik kan me ook wel voorstellen dat u moet doorpakken op dit moment. Hè? Want NAC heeft geen algemeen directeur, geen technisch directeur, had ook geen coach meer. Dus daar zit ook al in, denk ik. Ja, natuurlijk zit het daar ook in. Dus ik ben op heel veel borden aan het schaken geweest de afgelopen week. Dat gaat allemaal binnenkort allemaal op zijn plek vallen, zoals het er nu uitziet. Dus daar ben ik ontzettend blij om. Ja, en dan is het soms zo, en dat vind ik echt heel erg jammer, dat je iets moet doen wat je normaal gesproken anders zou hebben gedaan. Heeft u sorry gezegd tegen Rob Enders nog? Ik heb geen sorry gezegd. Ik heb hem aangeboden. Ik heb gezegd 1. Ik begrijp dat dit een vervelend bericht is. 2. Ik wil heel graag snel met je rond de tafel. Een nieuwe trainer dan. Hè? Ruud Brood. Dat werd volgens mij vrijdag een uurtje later bekend. Kon u ook niet meer onder de pet houden, denk ik. Maar dat had daar dus alles mee te maken. Dat ik wist dat we dit bericht naar buiten zouden moeten brengen. Dat in dat bericht zou worden aangekondigd wat ik de heren die erbij betrokken waren moest melden. Ja, dan gaat het zo. Het is niet leuk, maar het moest. Goed, streep daaronder. Ruud Brood, want daar wil ik over hebben. Een nieuwe trainer dus voor NAC. Waarom Ruud Brood? Omdat Ruud Brood en de zoektocht die we hebben gemaakt naar trainers, eigenlijk van diverse kanten, mensen met verstand van voetbalzaken, zullen we maar zeggen, werd aanbevolen. En, over wie spreken we dan? Want u heeft het elke keer over we. Nou, degene die met hem gesproken hebben, dat is een vertegenwoordiging van de aandeelhouders en de RVC. Mensen die hebben meegedacht met ons om tot zo'n besluit te komen, die zitten op verschillende plekken. Kunt u daar iets specifieker over zijn? Nee, daar kan ik niet specifieker over zijn. Want ik heb tegen hen gezegd dat ik die namen niet zal noemen. Maar het zijn mensen met een voetbalachtergrond, mag ik aannemen. Want die zitten namelijk niet bij de aandeelhouders en ook niet in de RVC. Dat klopt. Dat zijn mensen met een voetbalachtergrond, ja. Heeft u die zelf benaderd of hebben zij u benaderd? Ik ben zowel benaderd als dat ik zelf mensen heb benaderd. Ja, dus er zijn gewoon heel veel mensen bij betrokken geweest. En die hebben adviezen gegeven. Ik heb van mensen met heel veel voetbalverstand zijn naam doorgekregen. En ik heb hem gewoon benaderd. En dat is geresulteerd in een contract tot aan het einde van het seizoen. Ja. Waarom niet langer? Ruud heeft zelf aangegeven dat hij dit zo wil. En we gaan in mei evalueren of en hoe verder. Wat is zijn opdracht? Proberen natuurlijk in de eredivisie te blijven, maar dat zal niemand verbazen. En ik denk ook dat als hij iets teweeg brengt wat sowieso een positieve beeld gaat geven, positieve dynamiek teweeg gaat brengen, dat dat erg zal helpen, met name in het sentiment rond NAC op dit moment. En we hopen van harte dat dit tot een positief resultaat leidt. Dus volgend jaar nog een vraagteken. Gaat er verder weer een technisch hart komen of zo die daar straks over gaat beslissen? De mensen waar u misschien nu de namen niet van wil noemen?
Of er een technisch hart komt, dat weet ik niet. Het is volgens mij ook eigenlijk nooit helemaal verdwenen geweest tot het vertrek van Mitchell, want er bleef wel heel erg weinig over. Maar het is aan de technisch directeur ook om te bepalen hoe hij dat wil invullen. Een trainer aangesteld, dan komt er nog een technisch directeur, een algemeen directeur. Maar is het wel de goede volgorde? Is het niet weer het paard achter de wagen spannen door eerst een trainer aan te stellen, dan pas een technisch directeur? Nou, zonder trainer lijkt het me wel heel erg moeilijk. Ik kan best veel doen, maar een trainer ben ik niet. Dus, u had het intern kunnen oplossen? Ik had het intern kunnen oplossen en daar hebben we niet voor gekozen met elkaar. Maar is het niet het paard achter de wagen spannen? Had het eigenlijk liever andersom moeten plaatsvinden? Nou, wat we hebben willen doen is een effect te creëren dat positief uitpakt. Een garantie kunnen we daar niet voor geven. Maar we hopen natuurlijk wel dat dat echt gaat ontstaan nu. U bent aan het doorpakken, dus we kunnen deze week nog de technisch directeur en de algemeen directeur verwachten? Ik denk het wel.